Daar hebben we hem, jongens. De opgesloten koning. Laten we hem even verzorgen. Jongens, dames en heren, appels en abrikozen. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Vandaag zijn we lekker in het stadje van Contentveen. Nathan's bolle kop, die staat er nog steeds. En ik heb gezegd dat hij heeft nog één dag om hem weg te halen. Anders is het oorlog. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben heel even op de markt hier, omdat ik Julian daar boven in zijn kasteel... Oeh, kan het net niet zien van de vier. Boven in zijn kasteeltje, die wil ik heel even verzorgen. Ik wil hem even wat eten brengen, even wat drinken brengen en zo. Dus ik heb hier sowieso een glass bottle mee. Hoppakee. Dan kan ik dit uithalen. Dan een bucket water. Die ga ik hier vullen om zijn toilet even te verschonen. Ik heb een boek mee voor hem. Zodat hij gewoon een dagboekje kan schrijven. Het enige wat ik nu nog moet hebben is eten. En dan heb ik ook gelijk voor mezelf nodig. Dus we hebben wat diamonds hier. Een halve stack kost 1 diamonds. Oké. Okay. Laten wij even wat kopen dan. We nemen wat aardappel mee. Nog wat aardappel. Dus dat zijn al 2 diamonds. Wat brood voor Julian. Een halve stack brood doen we voor Julian. En dan vervolgens koop ik nog 1, 2, 3, 4 zo. Hoppakee. Hebben we weer even geshopt. Kan heel veel eten doe ik even mee. En de chest zo. Wat ik zelf niet meer ga gebruiken. Nou, dan hebben we alles om hem even een keer een goede dag te bezorgen. Daarbovenin. Ja, daar heb je hem. Hè. Daar staat hij. Voor nu houden we hem nog even in de toren, jongens. We kunnen hem wel executeren of weet ik wat allemaal. Maar dat vind ik ook zo zielig. Dus laten we hem nog maar even zitten. Zo, dan zijn we in de eerste verdieping aangekomen. Oh, dat was vuurwerkverdieping aangekomen. Laten we hem hoog lopen. En kijk, zijn nametag staat er al. Hallo? Hallo? Kijk, hoe bevalt het? Ja, gaat wel goed hoor. Wacht hoor. Wacht even. Waarom zit je... Wacht even. Waarom zit je ook op het toilet als ik kom? Gisteren ook al. Okay. Kan ja, ik? Okay, ik is het veilig? Ja, oké. Okay. Ja, ik mag. Ik heb alleen geen water om het door te spoelen. Ja, dan heb je geluk. Ik heb het meegenomen. Oh, ik ben weer een button vergeten. Wacht even hoor. Nou, ik heb knopjes hoor. Ik heb knopjes voor je. Hé, ik ga de deur open doen. En ik wil dat je daar blijft staan. Kijk, goed zo. Hé, ik heb van alles voor je meegenomen. Eerst ga ik even je toilet schoonmaken. Zo, ja, oké. Heb je weer nieuw water wat je door kan spoelen? Dan hier heb je wat water om te drinken. Ja, ik had wel dorst, ja. Maar, heb je een halve stek brood. Dan kan je weer even op doorborduren. Ja, mooi. En voor leuk. Hier, potion dat je wat zwakker bent. En ik zelf nu ook. Hé, ik ga er nu weer buiten staan. Ja. Ik wil dat jij deze button sloopt. En niet gebruikt. Nee, nee. Je sloopt hem. Ja, goed zo. Oké. Okay. Hé, ik heb ook nog één laatste dingetje voor je. Ja, wat dan? En dat is hier een dagboekje. Daar kan je dingen inschrijven als je wilt. Kan je lekker even dingen bijhouden voor jezelf. Ik hou er heel erg van schrijven. Ja? Ja. Hé, wil je nog wat anders? Heb je hier nog enige verzoekjes? Nou, ik denk dat ik hier wel goed zit, denk ik. Ja? Ja, ik ga hier toch uitkomen. Je gaat niet, nee, je gaat niet ontsnappen. Hou erover op. Hé, succes. Ik ga lekker verder bouwen. Succes hierboven weer, hè. Ontsnappen gaat nooit lukken. Nou, jongens, laten we even slapen en een nieuwe dag ervan maken. Dat gaan we hier gewoon op het plein doen. Hoppa. En dan is het nu tijd om gewoon weer lekker verder te gaan met de survival. Julian zit opgesloten. Hij staat telkens bij het raam. Dan kan hij me een beetje in de gaten houden. Laten we beginnen door mijn Netherite pickaxe en Justin Jager en de Rini Ragger allebei even, of alle drie, even een beetje te repareren. In 3, 2, 1 en boom! Zoals je ziet zijn al mijn tools weer gerepareerd, jongens. Ik ben letterlijk al mijn emerald kwijt. Ik ben best wel wat diamonds kwijt, best wel wat goud. Ik heb alleen maar met villagers lopen treden. Terwijl ik ook gewoon naar een XP farm kon. Maar dan moet je weer even AFK staan, daar had ik gewoon geen zin in. Maar alles is wel gerepareerd, woehoe. Dus we kunnen er weer even lekker tegenaan. De pickaxe moet wel nog een name hebben. Want dat heeft hij nog niet. Een name, gewoon een naam. Hoe is het met jullie diertjes? We hebben een nieuwe kat vorige aflevering, Potlood. We hadden de nieuwe koe genaamd Klodder. En we hadden Arnold de panda een naam gegeven. Nu is het tijd om deze pickaxe een naam te geven. Want we hebben de Rini Ragger. Maar dit is mijn Silk Touch pickaxe. Oh nee, mijn andere pickaxe heet helemaal niet de Rini Ragger. Die heet gewoon de Brandbreker natuurlijk. Maar Rini Ragger is de X. Dus hoe gaan we deze noemen? De Nathan Necker. En Nathan schrijft niet met de H. Maar wij gaan het wel lekker met de H doen. De Nathan Necker. Rini Ragger, Nathan Necker, Justin Jager. We hebben ze bijna allemaal, jongens. We hebben bijna de wereld in ons... In onze hand. We hebben bijna de wereld in de palm van onze hand. Maar goed, zoals ik vorige aflevering al zei, wilde ik deze episode, a.k.a. ook aflevering, het kasteel weer een goede uitbreiding geven. Vorige keer moest ik namelijk even snel de toren bouwen waar Julian zich nu in verstopt. En een dak en zo, maar ik ben er allemaal nog niet tevreden mee. Vooral niet met het dak, dat is gewoon zo kaal en zo houtachtig. En er moeten nog met de muren veel gedaan worden en zo. Dus vandaag krijgen jullie hopelijk weer een zo lang mogelijk timelapse over hoe ik dat allemaal ga doen. Wie weet dat ik hier zelfs al begin aan dit gedeelte. Ik kan. Mogelijk. En dit gedeelte hier natuurlijk, want hier moet de keuken komen en zo. Dan mogen Flora en René mooi in werken. Nee, grapje jongens. Maar voor nu, onthoud maar goed wat hoe dit er allemaal uitzag, want we gaan weer een leuke update doen. In 3, in 2, in 1!
zit in een andere ruimte. Jongens, dat was weer een lange timelapse. Althans, de timelapse zelf was waarschijnlijk niet heel lang. Maar voor mij was het wel echt weer eventjes bouwen. Ik heb, zoals je kon zien, de hele voorkant hier gedaan. Het zit helemaal verbouwd. Ik heb de hele zijkant heb ik hier gewoon gebouwd. Kostte heel veel werk. En niet te vergeten wat jullie aan het einde zagen. Dit hele uitbouwstukje hier. Ik ben er wel tevreden mee. Nog zien niet over de drie ramen bij de torens. Maar voor de rest het hofje hier binnen ziet er zo gezellig uit, jongens. Imagine dat hier nog een boom in het midden komt. Wat leuke plantjes en weet ik wat allemaal. Het gaat er serieus gewoon allemaal heel leuk uit. Oh, nee. Oh, Frederik. Frederik, ik heb jou... Waar ben jij geweest? Kom eens terug. Frederik, hey, waar ben jij geweest? Ik heb jou echt 3, 4, 5 dagen niet gezien. Ik was druk. Je was druk? Ik was druk. Met? Druk zijn. Druk zijn, oké. Okay. Hey, nu je hier toch bent, ik ben eigenlijk best eenzaam. Ik wil je voorstellen aan iemand. Huh? Ja, is dat er nou ja of een nee? Nee. Oké, kom maar. Dat ligt er een beetje aan wie. Ja, je gaat hem wel leuk vinden. Het is een gevangene. Oh, die erboven zit? Ja. Ja, daar heb ik al mee gepraat. Daar heb je al mee gepraat? Denk ik. Wacht, kom even. Ik wil even sowieso gedacht zeggen tegen hem, want ik heb een leuk idee met hem. Hoe kan dat ding klimmen op ladders? Ik kan alles. Ik wist niet dat dat kon. Julian. Hallo? Ben je wakker? Ja, ik pas ben niet. Wacht even hoor. Oh mijn god. Nee, Frederik! Oh jee, wat gebeurt er? Hij viel bijna. Julian, ik wil je aan iemand voorstellen. Oké. Okay. Hij komt eraan. Hallo? Ja, hallo daar. Daar zijn we weer. Hallo. Daar zijn we weer? Huh? Jullie kennen elkaar toch helemaal niet? Nee. Ja, ik weet, niet, ik weet niet wie jij is. Nee, ik ook niet wie ik ben. Wie hij is. Oké. Okay. Hey jongens, kijk, Julian, dit is de bouwer Frederik. Hij heeft maar één ding een keer gedaan, dat is mijn kerkbel een beetje gebouwd. Of gerepareerd. Ja. Voor de rest nog nooit iets gedaan hier. Nee. Maar ik dacht, weet je wat, nu ik jou hier zo heb en jou als gevangene... Gevangenen moeten ook wel een taak hebben, weet je. Je zit hier maar een beetje boven, maar ik wil je op zich gewoon een keer een taak geven om iets te doen. Oké. Okay. Hoezo ga jij gelijk weg? Oh mijn god. Maar, Julian, koning... Gevangene Julian. Ik wil je heel even naar buiten laten. Als je belooft om mij iets te gaan doen, oké? Okay? Dan mag je even frisse lucht hebben en zo. Ja, graag. Ja? Ja. Oké, okay, laat hem maar uit, Frederik. Kom maar. Frederik. We gaan. Frederik. Heb je zo volgesloten? Kom maar. Oké, Julian, welkom in de buitenlucht. Ja, het ruikt goed. Het ruikt goed hier, hè? Het is helemaal top. Hey, Frederik. Weet jij waar de mine zit? Nee. Nee? Wacht, kom, loop maar even met me mee. Maar, hoe is het met Snor? Ja, hij heeft het nog steeds koud. Dat kan door. Oké, jongens. Ik ben druk bezig met mijn kasteel. Maar, ik loop tegen één probleem aan. En Julian, van onze expeditie met jouw 50 volgers die je nu niet meer volgen... Ja. ...hebben wij heel veel steen gehakt. Waar ga je heen, Frederik? Ja, weet ik niet. Waar moet ik heen? Hierheen. Maar, van die expeditie hadden we echt 3, 4 volle kisten vol steen. Dat is allemaal op. Allemaal. Dus als ik jou nou een pickaxe geef, eventjes, even een tijdelijk deze hier, zo. En jij gaat de mine in, samen met Frederik. Die houdt je even in de gaten. Nee. En dan heb je... Nee, 10 minuutjes maar. Je hoeft maar 10 minuutjes steen te hakken. Wat ga je doen? Frederik! Oh. Oh, die is weg. Oh, wacht. Oh, ik snap al wat hij doet. Hij is stiekem bezig, jongens, met oh, wat zou hij daaronder hebben, joh? Vreselijk. Hij is al zijn wachtwoord aan het reset. Je hoort ook gewoon alle systemen gaan. Vreselijk, hé. Ik ga zo meteen even spieken als hij weg is. Oké, Julian. Als jij vast gaat mijnen, 10 minuutjes. Oké. Houd die van mij in de gaten. Jawel, hij komt eraan. Hij komt eraan. Ja. Maar het is alleen steen en... Er zit een GPS-track. Nee, dat is niet waar. Weet het? Hak maar gewoon alleen steen. Frederik gaat je in de gaten houden. En dan zie ik je daarna hier over 5 minuten weer terug. Of 10 minuten terug boven, oké? Ja. Oké, nou ga maar, hè. Dus even je vrijheid. Frederik! Ja, maar ben jij. Kan je hem alsjeblieft in de gaten houden, heel eventjes? Alsjeblieft. Moment. Prima. Gaat hij weer? Ik weet niet wat hij eronder heeft, jongens. Echt waar. Als Frederik zo meteen... Kijk, ik kan hem in de gaten houden. Daar is de kist bezig. Als hij zo meteen weg is om bij Julian in de gaten te houden, ga ik absoluut kijken wat hij zit. Wat is hij allemaal aan het doen, hè? Hij is nu daarboven bezig. Dat heeft toch helemaal geen zin wat hij nu allemaal doet? Vuurwerk aan het afsteken. Oh, kijk, daar gaat hij. Volgens mij gaat hij eindelijk die kant op. Frederik! Hallo, hier. Oh, hallo. Het is hier beneden. Als jij kunt zorgen dat hij niet... Even wat eten gemaakt.
Ik heb alleen eten gemaakt. Oeh. Oké, ik let wel op je snor. Kom maar, ik let er wel op. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Ik let op snor dat er niks met hem fout gaat. En dan beloof ik dat als je terugkomt dat hij gewoon hier lekker aan het chillen is, oké? Okay? Ja, is goed. Maar... Oké, prima. Je bent geen piraat. Oké, top jongens. Terwijl zij daar bezig zijn, ik zal opletten dat snor hiermee helemaal niks fout gaat. Ik moet het beloven, anders is het natuurlijk wel heel slecht. En tussentijd ga ik even kijken wat Frederik hier allemaal onderbouwt. Oké, jongens, laten we het huis ingaan van Frederik. En ik weet dat hieronder zitten al die dingen... En hier zit die kist. Maar hoe open ik het? Want ik had de vorige keer geopend. Toen ging hier wat open. Dus ik vraag me af of dat er nog steeds zit. Ja, kijk, kijk. Zie je? Hier. Oh! 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 Wat gebeurt er? Oh! Oh my days. Waar ben ik beland? Oh! Wat hoor ik? Wat hoor ik? Waar ben ik beland? Wat is dit allemaal? Oh, dat is niet zo goed, hè? Oké, jongens, er is heel wat veranderd. Laatste keer was er nog helemaal niks. Oh, maar deze, ik had niet verwacht dat ik hier zou belanden. Wat hoor ik allemaal, hè? Voor gekke geluiden. Pas op, erg gevaarlijk. Oh, maar deze, hij heeft van die dingen gevangen genomen. Wat doet hij allemaal hier? Oh mijn god, ik moet wel oppassen met waar ik heen loop. Oh, my days. Project 1 is een zombie. Hij heeft zombie paarden, mogelijke projecten. Project 1. En dan een zombie villager. Project 2 is ook een zombie-villetje, maar dit lijkt wel een beetje op Berend. Hallo? Of niet? Of heb ik dat fout, jongens? Met zo'n monocle. Had Berend ook niet zo'n monocle om? Of niet? Oh my days. Geen toegang. Wat is hier dan? Oh, oké. Dit vind ik wel heel gek. Geen toegang. Misschien moet ik hier wel ingaan, maar misschien ook niet. Oh, wat is dit allemaal, hè? Zo'n mogelijke paar. Max en Justin. Oh, huh? Oh, oh, nee, 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 nee. Oh, ik hoor Frederik. Oké, dat is in orde. Waar is hij dan? Ja, oké. Hij is hier niet eens. Daar kom ik straks terug. Waar is hij? Ja. Ja. Ik zie hem ook gewoon niet. Maar waar was hij dan? Zitten er nog meer? Hij is hier, hij is hier. Hij is hier, ik kan zeggen. Oh, nee. Oké. Oké, ja. Kom ik straks terug. Ja. Oké. Ja. Oh my days. Waar is hij nou? Huh? Hij is weg. Ik hoorde de hele deur niet eens. Huh? Oké, jongens. Ik denk dat ik zo snel mogelijk weg moet hier. Dit is zijn bureau. Snel alles even checken. Max en Justin heten die paarden. Geen flauw idee waarom. Dat zijn mogelijke projecten. Wat heb ik dan? Waarom ben ik een paard? Zal ik zo'n hendeltje over? Nee, ik ga zo'n hendeltje overhalen, jongens. Oh my days. Wat is het allemaal? Ik ga snel naar boven. Ik ga oprecht snel naar boven. Oh my days, jongens. We zetten snel alles weer dicht. Ik ben hier nooit geweest binnen. Ik ben hier gewoon lekker andere dingen gaan doen op de dierpassen van... Oh nee, van Frederik. Oh nee, 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 nee. Nee, waar is Snor? Waar is Snor van Frederik? Oh my days. Dat ga je niet menen. Je gaat niet menen dat dat beest gewoon weg is gelopen. Zit hij hier achter? Oh nee. Oh, nee. Oh, zit ik ook nog eens in dat stomme steenklap van hem te kijken en is dat beest weg. Oh. Hey, jongens. Hey, hoeveel steen heb je kunnen hakken? Naar hem toe. Ja. Goed. Dankjewel. Je hebt één blokje. Nee, je hebt wel meer. Kom op. Nee, ik heb wel meer. Kijk. Oh. Oeh. Zo. Zo. Jezus. Ja. Wacht, rustig aan. Het is een snelle pickaxe. Ik stop toch even in de kist hier, die toevallig zag ik net staan. Oh, die is vol. Wacht, loop maar even mee. Frederik, ja. We zijn zo terug hoor. Mag ik een geheimpje verklappen aan je? Ja hoor. Ik ben Frederik's huisdier kwijt. Echt? Ja, zijn snor. Oh ja, daar gaat hij niet blij mee zijn. Nee, daar gaat hij niet blij mee zijn, nee. Hij hoort dat niet. Oh, hij is ja, trouwens. Frederik? Frederik, wat is... Frederik, jezus. Oh, ja. Ja, snel. Is... Door. Sorry? Waar is die? Snor. Waar is die? Volgens mij ging hij naar bed. Ik dacht dat hij naar jou, naar de bovenste verdieping ging. Ik hoorde de ladder. Ik ging gewoon op een pas en hij ging naar binnen je huis in. En toen hoorde ik hem de ladder opgaan. Ben je in mijn huis geweest? Nee, ik hoorde de ladder en ik zag hem naar binnen gaan. Wie niet? Ik ben niet in jouw huis geweest. Misschien wou hij even lekker in bed liggen. Weet je lekker dat warm. Hey! Ben je dat zeker? Het is zo goed als bijna zeker, ja. Waarom zijn er dan vensterbankjes omlaag? Dit is even zo'n vensterbankje zo laag. Er is er een uit zijn voegen gehaald. Dat weet ik niet. Misschien is Snor er tegenaan gelopen. Waar is Snor? Misschien is Snor er tegenaan gelopen. Ga maar kijken. Dan weet je weet het nooit. Ja, ga er maar gewoon kijken. Dan ga ik Julian en ik die helpen onszelf wel even. Kom mee, Julian. Zo niet een beetje wat ze daar hebben. Wat? Ja. Kan Julian. Oké. Je hebt de taak goed voldaan, moet ik zeggen. Ja. Ja. Je hebt goed, krijg ik nu minder jaren of dagen? Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Wacht.
Doe maar eerst even in de middelste kist al het steen wat je nog over hebt. Zo. Oh, hier ben ik heel blij mee. Oké, mag ik van jou mijn picknick dan weer? Oh, ja. De Nathan-nekker. De Nathan-nekker, ja. En wat heb jij nog meer? Ik heb mijn dagboek. Je hebt die heb ik altijd bij me, want ik wil niet dat die weer gestolen wordt. Nee, oké. Okay. Steak, signs. Hoezo, signs? Ja. Hoe kom je aan signs? Ik heb brood. Oké. Een waterbottle en een spyglass. Alright. Nou, dat heb je goed gedaan. Kom maar mee, dan mag je weer naar boven. Helemaal top. Dan zijn we weer hierboven bij je dingetje. Volg me maar. Ja. 2 seconden werk. Ah! Jezus! Oh, jee, man. Wat is... Wat heb jij voor teleporteerkrachten? Huh? Oh, jee. Wat heb jij voor teleporteerkrachten? Alles is zwart. Maar, ga erin, Julian. Ga naar binnen. Jij bent erin gegaan. Hoezo ik? Wat is dat? Dat is een zadel. Deze ruikt naar snoer. Gast, ik heb oprecht geen idee. Waarom lag deze in het huis, naast mijn huis, waar ik nog zei dat ik daar geen huis wilde? Geen idee. Kijk maar goed, ja. Ik heb niks gezien. Ik heb serieus niks gezien. Jij bent er als laatste bij geweest. Je zou nog oppassen. Waarom heb je dit gedaan? Ik heb niks gedaan. Julian, jij naar binnen. Jij je hok weer in. Zo. Goed zo. Welkom thuis weer. Moet je nog wat hebben? Jezus. Moet je nog wat hebben, Julian? Misschien nog wat water. Heb jij nog wat? Ja, maar ik heb, kijk, ik heb dat toilet bijgevuld. Ja, maar kijk, dat is toch wel een beetje vies. Nee, je gaat maar gewoon toiletwater drinken. Oké dan. Kom even mee, Peter. Dan gaan we dit samen uitzoeken. Julian, die blijft wel gewoon op zijn plek. We zoeken dit samen uit. Dank je. Hoor, Nick. Huh? Ik hoorde een potion, jongens. Ik hoorde letterlijk een potion. Hij zegt ook gewoon... Hoor je dat? Hoor je dat? Hij komt gewoon voor hem terug, zegt hij. Die Frederik, die is geen goede gast, hoor. Die is allemaal de geheime dingen achter mijn rug om aan het doen. Ik ga me snel voor hem verstoppen. Ik ga snel voor hem weg. Hier zo. Oké, als wij nou gewoon eventjes hier een tijdje verstoppen. Op een plek waar Frederik eigenlijk nooit zou kijken. Hier, in de vergaderruimte, gaan we hem verstoppen. Heel eventjes, dan wachten we even tot morgen. Misschien dat Frederik dan weer weg is, want soms zie ik hem een aantal dagen gewoon niet. En dan kunnen we daarna gewoon weer vredig verder gaan met het kasteel bouwen. En de alledaagse zaken. In plaats van dat we weer zoveel gezeik met Julian en zo krijgen. En althans vooral met Frederik. Oh, deze, dat weet je niet. Frederik. Ja, laten we even zitten. Laten we maar even een plekje gaan. Ga maar even zitten. Wat is er aan de hand? Ik heb niks met jouw snor gedaan. Ik zei dat ik op hem ging passen. Ja. En hij is kwijt, volgens jou. Ja, hij is niet gewoon... kwijt. Hoezo niet kwijt? Hij kan zijn zadel niet zelf afdoen. Hij heeft maar één been. ik heb nog niks gezien. Jij zou op hem passen. Ik ga hem voor je zoeken. Oké? Ik beloof het. Ik moet ze ook nog steeds zoeken. Weet je wat het is, Frederik? Mijn dieren worden vermist. Maar ik heb zelf mijn villagers en mijn dieren worden allemaal vermist. Dus? Dus snap je dan niet dat dat mogelijk ook de reden is waarom jouw dier nu vermist wordt? Nee. Hoezo niet? Hoezo nee? Ja, hoezo ja? Ja, dat is toch logisch? Nee. Oh mijn deens. Weet je wat? Zoek het maar uit. Ik heb niks gedaan met je dier. Oké? Ik heb er niks mee te maken. Nou jongens, we zijn hier op mijn prachtige kasteeltje. Op mijn prachtige nieuwe plek van mijn kasteeltje. Wil ik even laten zien. Nou, jezus ouwe. Ik word echt helemaal gek van hem. Ik wil dat even aan jullie laten zien. Die prachtige nieuwe plek. Dat is namelijk deze. Van hier. Dat zei ik dat ik dat ook mogelijk in deze timelapse wilde doen. Maar... Oh mijn god, hij gaat gewoon weer richting Julian. Zagen jullie dat? Ik kan me nu heel even niet bezighouden met die zaak, jongens. Laat ze maar even hun ding doen. Ik kan me op het moment echt even niet meer bezighouden met geheime vermissingen en weet ik wat. Ik wil ook gewoon eventjes verder met mijn kasteel. Maar zoals je ziet, hier is nog een hele grote open ruimte. Vandaar dat hier een platte muur is. Dat hofje hier vind ik zo leuk. Dat je gewoon lekker zo naar boven kan kijken. Dan kan je kijken naar de... Ja, als de zon nog schijnt. Nou, als de maan schijnt, weet ik wat. Boom hier in het midden. Je kan hier leuk rondlopen zo. Je kan naar de tuin kijken. Ik zie daar alweer een trading voor zo'n villetje. Noem maar dat, zo'n trader, weet ik veel. En hier dat glas. Oh, ik zie hier zo erg de troonzaal voor me, jongens. De troon hier zo in het midden. Als je nog leuke ideeën hebt voor de troonzaal, laat het nu even in de reacties weten. Oeh, dat gaat zo leuk worden. En, reageer even jouw idee hoe dit zit met Frederik en Julian. Heeft hij hem vrijgelaten? Nee, toch? Oh, maar deze, nee. Volgens mij niet, toch? We hopen van niet. Maar laat even weten in de reacties wat jullie denken hoe het zit. En vooral met dat lab. Want dat lab, dat is echt gek. Er zitten dingen in dat lab die ik zelf nooit zou kunnen bouwen. Als in bepaalde blokken die ik zelf niet kan halen. Dus ik weet niet hoe Frederik aankomt, jongens. Dat vind ik een beetje een mysterie. Maar hij komt aan blokken die ik niet in, ja, voor mijn gevoel in survival echt kan, ja, legit kan halen. Dus ik weet niet hoe Frederik hier aankomt. Ik weet niet hoe Frederik aan die bijzondere items kwam. Zoals het zombiepaard of zo. Ja, dat heb ik nog nooit gezien zelf in Content 2 in het algemeen. In de server. En zijn dier is ook nog eens vermist. Dat vind ik al helemaal gek. Wat is dit dan? Dit had ik nog niet gezien.
Oh, maar deze. Heb ik dat gedaan? Nee, toch? Volgens mij heb ik dat niet gedaan. Trouwens, ik ga je snel even dat Frederik me weer ziet en boos wordt. Overigens, jongens, wat ik vertel. Ik weet niet of ik dat al verteld heb in de vorige aflevering. Hier is Floor nog steeds bezig met een huis. Maar het wordt een leuke timelapse namens haar. Dus die binnenkort gaan jullie deze timelapse zien. Oh, is mooi. Ik ben in ieder geval zo ver al met het kasteel. En zo bijna ready om te beginnen aan het interieur al. Het is echt nog maar die ruimte hiernaast die gemaakt moet worden. Dan het kleine gangetje hier wat nog afgemaakt moet worden. En dan is het basically ready voor, ja, om het een interieur te gaan geven. Het gaat snel alweer, hè? En ik ben heel blij met het steen. Want mijn steen was daadwerkelijk op, jongens. Dit is al het steen wat we nu hebben. Dit mag wel even uit. En dit steen, ja, dit is letterlijk, wat ik zeg, alles wat we hebben. En dat was gewoon op. Dus Julian heeft even een goede taak voor mij gedaan. Hebben jullie nog meer taken voor hem? Laat dat ook even in de reacties weten. Dat is ook wel een leuke. En like gelijk. We gaan voor 3000 likes. En dan nu, jongens, had ik Nathan een boekje achtergelaten. Maar die heeft hij volgens mij nog niet eens gelezen. Over dat hij mijn spullen steelt. Dat hij een monster bouwt. Bla bla bla. Dat hij dit weg moet halen. En dat heeft hij niet gedaan. Dus ik denk dat het dan maar aan mij is om hem weg te halen. Want hij staat er nu al te lang. Dat stomme monster van hem. Hey, kijk, er loopt René, jongens. Ik weet niet wat René allemaal aan het doen was. Hallo, René. Alright, laten we dit ding even weghalen. Jongens, we hebben grote lelijke Nathan even weg. Oh, hij stond hier. We hebben grote lelijke Nathan even weggehaald. Ik heb zijn blokken achtergelaten die hij gebruikt heeft. Het kool hou ik wel, want ja, dat is gewoon echt ontzettend veel kool. Die ga ik gewoon lekker stelen van hem. Dan nu, jongens, heb ik even een mooi momentje om deze dieren die ik hier allemaal heb, even een nieuwe plek te geven. Want ze staan hier zo op de straat, weet je, in de open lucht. Dat vind ik een beetje, ja, zielig en een beetje koud. Dus laat ik dat even fixen. Er staat daar een sign. Die is nieuw. Maar voordat ik dat wil... Jezus, het is donker hier, hé. Oh my days. Laat ik het even gelijk belichten. Wat staat hier? Nieuwe woning van meneer Geel. Mevrouw Roze. Oh! Er zitten twee axolotls in. Oh, maar deze, wie heeft het gedaan? Dit zijn even tijdelijke lampen, hoor, jongens. Geen zorgen. Dit is niet hoe ik de lampen hier wil hebben. Maar het is gewoon heel donker hier. Meneer Geel, hebben ze ook nametags? Nee, ze hebben geen nametags. Meneer Geel en meneer Roze. Wat leuk. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ik ga ze gelijk nametags geven. Maar voordat ik die nametags trouwens ga halen, dan ga ik even wat aan René vragen. En ik weet dat hij thuis is. Hallo, Rini. Ze kan me horen, maar ze kan niet reageren. Oké, René, kom heel even mee naar buiten. Ik weet dat je me hoort. Kom maar. Ik heb een leuke taak voor jou. Alle diertjes die je hier ziet, die hebben alle poesjes en alle weet ik wat. Ja, de katten vind jij natuurlijk helemaal leuk. Ze hebben allemaal nog geen huisje. Dus als jij nou ineens een leuk plekje zou zoeken voor mij en daar gewoon wil beginnen aan een dierenverblijf in het dorp. In het dorp. Ja, kijk. Zelf dacht ik eraan om dat mogelijk... Ik ga even een plekje voor je zoeken, hoor. 2 seconden. Oh, wacht, ze ziet me natuurlijk niet. Hier, René. Ik weet dat je me niet ziet, maar hier. Kijk, als jij hier nou gewoon een beetje zoals we altijd hebben met die palen en zo, het een beetje plat maakt. Ik zou zeggen, maak het deze hoogte zoals het hier is. En dan dit muurtje hier, dit helemaal plat maken. En dan vanaf hier ongeveer zo'n muurtje creëert, weet je. Kijk, dan maak ik wel een beginnetje voor je. Nou, trouwens, ik help het wel gewoon met plat maken. Heb je daar nu tijd voor? Voor dit? Ja? Oké, ik help het wel met plat maken. Zo. In principe best simpel. En is dit gedeelte hier eindelijk ook een keer gedaan. Want hier was nog helemaal niks, jongens. Op dit pleintje hier. Je hebt, en kijk, je hebt dit hoekje hier en zo. Hier is ook allemaal nog te natuurlijk. Het is nog niet stedelijk genoeg, dit hier. Dus dat moet ook nog gedaan worden. Nou, dan kan je de muren en zo hier ook gewoon fixen. Je weet hoe dat moet. Dat is gewoon die palen naar beneden brengen. En dan het steen ertussen fixen. Dat komt allemaal natuurlijk wel gewoon goed. Alright, Rini, verzin wat. Maak er een huis van, zou ik zeggen. En dat ze dan binnen zitten, overkapt. Maak er een leuke, weet ik wat van. Zorg dat het gewoon leuk op is gevuld hier. Het liefst met een overkapping. Oké? Okay? Ja. Jezus, snapt het. Dan gaan wij gelijk in de tussentijd door naar Bonky, de villager. Want Bonky, de villager, die heeft voor mij natuurlijk nametags en meuk. Alleen ik heb geen emeralds. Maar we hebben geluk, jongens. Want Bonky, die verkoopt voor boeken emeralds. En hoeveel hebben we er nodig? We hebben 2 nametags nodig. Dat is 30 emeralds. Ik zou zeggen, koop ze bij Floor, maar die heb ik allemaal opgekocht. Zo, dat is al 1 nametag. En dan nu, ja, hij moet, dat duurt zo lang met hem. Hè. Oh, Bonky. Wat... Oh, nee, trouwens. Nee. Ik heb er nog maar 6 nodig. Heb ik niks anders waardoor ik emeralds kan krijgen van je? Oh, ik heb trouwens een idee. Ik weet dat ik bij Bertha, daar kan ik goud inruilen. Voor emeralds. Nou, dan stel ik een beetje goud zonder, want het is eigenlijk voor de troon bedoeld, maar ik heb het gewoon nodig. Dan lopen we heel even snel naar Bertha, die binnenkort eindelijk... Jongens, ik wou ze eigenlijk een heksenhuisje geven, maar ik denk dat ik nu in het nieuwe kasteelruimte hiernaast... Kijk, dat is natuurlijk hier zo. Hallo. Daar wil ik Bertha een hele eigen potionkamer geven. Echt een soort laboratorium voor Bertha. Zo, dankjewel voor de emeralds. Dan wil ik haar een hele eigen laboratorium geven en dat ze daar dan allemaal dingen kan doen. Ik denk dat dat wel serieus heel leuk is, hè? Dat ik er in plaats van een heksachtig maak... Dat ze met een brewing stand zit, dan maak ik gewoon professorachtig. Zo, 2e nametag ook bemachtigd, dank Shun. Dan gaan we even snel naar Buddy de Blacksmith. Buddy,
Hoe is het met je? Hallo, buddy. Ik weet dat je naar buiten wil, maar dat mag niet meer. Je hebt huisarrest. Je was zo één keer eerder vermist. Wat waren de namen ook alweer? Meneer Geel en mevrouw Roze. Meneer Geel en mevrouw Roze. Die namen gaan we geven. Vraag me echt af wie die erin hebben gedaan. Meneer Geel. Mevrouw Roze. Wel leuke nieuwe diertjes, jongens, dat, die we dan hebben. Meneer Geel en mevrouw Roze, die wonen nu lekker gewoon vrolijk hier binnen. Of hier binnen, hier buiten. Meneer Geel, waar ben je? En... hoppa, meneer Geel en aan de kant mevrouw Roze. Nu hebben ze ook nog eens gewoon een goede nametekst, jongens. Dit vind ik echt heel leuk, meneer Geel en mevrouw Roze. Laat ik die sign dan even weghalen. Zo, want dat weten inmiddels wel dat die er wonen natuurlijk nu. Ik hoop dat ze niet despannen. Ze hebben ook niet echt licht. Ik heb... oh, sea pickles moet ik hebben. En er moet nog seagrass overheen. Oh, maar deze jongens, ik heb een doel. Zoals jullie hier op de map zien, is dit mijn kasteel, jongens. Dan kan je gelijk even kijken. Zo ziet het er allemaal een beetje vanaf boven uit. Het is echt... bizar groot natuurlijk. Maar wat ik wil zoeken is een oceaan. Kijk, zo'n plek wil ik zoeken. Hier namelijk heb je dat mooie onderwater gedoetje allemaal. En daar kan je sea pickles van aantoveren. Maar ook gelijk koraal en zo. En ik weet dat dat niet verkocht wordt bij het winkeleiland. Dus als ik dit zelf nou even opzoek. Gaan we hierheen vliegen. Vanaf mijn kasteel. Nou, het is niet al te ver. Hier is de jungle. Ja, in principe redden we dat makkelijk. Dan zijn we binnen no time als we hierheen. Nou trouwens. Op zich is het ook wel weer ver hoor. Want hier is de dinges. Hier is Anne. De zandheks. Oh, maar hier heb je het ook. Ik denk dat dit dichterbij is dan daar. Nou, trouwens. Nee, dit is dichterbij. We gaan hierheen, jongens. Dit kleine rotstukje. Kijk, we zijn er. We zijn aangekomen. Niet alleen Edo is aangekomen, maar wij zijn ook aangekomen, jongens. Laten we gelijk de blokken hakken, want ik heb Silk Touch die we nodig hebben. Dan moet ik oppassen, want het kan volgens mij wel bederven, maar zolang ik het onder water hou, kan het niet bederven. En niet vergeten, de sea pickles, want daar kwam ik voor, hè. Je kijkt. En je hebt maar eentje nodig. Dat heb je meer dan genoeg. Nu heb ik er gelijk vier. Maar je kan ze farmen gewoon, volgens mij, die sea pickles. Dacht ik. Volgens mij kan die dingen gewoon echt farmen. Nou, die grote gekleurde blokken, die hoef ik niet zozeer. Dat koraal. Het gaat mij meer om deze. Die vind ik leuk. En als die dood zijn, dan worden ze grijs. En dan kan je ze ook voor leuke details gebruiken, jongens. Dat ga ik jullie nog wel laten zien. Die dode bosjes, die vind ik heel erg lijken op stenen. Op rotsen een beetje. Op keien vooral. Dus die kan ik dan nog wel mooi gebruiken. Nou, ik denk dat ik wel genoeg heb. Ik heb inmiddels dit allemaal bij elkaar kunnen rapen, jongens. En ja, dat is gewoon genoeg. Maar nu ik hier toch in de buurt ben, weet ik dat hier ergens links, volgens mij die grote... ja, hier is die mesa. En daar heb ik een kattenkip per ongeluk achtergelaten, wat heel zielig is. Dus laten we kunnen even kijken of we hem op kunnen halen. En ik heb de map op mijn rechterscherm openstaan. En volgens mij is hier die oude... kijk, hier is die oude verlaten stad die ik toen had gevonden. En dan zou het betekenen dat hier... daar is hij! Ja, mijn kat! Oh, maar deze, je bent er gewoon nog. Kom mee, kom mee. Kan je teleporteren naar me of zo? Oh, ik snap al, je zit gewoon vast daar. Oh, voorzichtig. Kom, 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 kom. Juist, kom mee, kom mee. Oké, nu vraag ik me af als ik heen en weer zou vliegen of hij met me mee zou gaan. Kijk, gaan we zo. Dan landen we hier. En hij teleporteert. Ja, hij teleporteert! Oh, oké. Nu gaan we snel naar huis vliegen en hopen dat hij mee teleporteert. Ik denk dat ik af en toe even moet landen om te checken of hij bij me terecht komt. Ja, daar heb je hem weer. Oké, nu gaan we gewoon naar huis. Het is heel vervelend, jongens. Als ik telkens te ver buiten zijn omgeving ben, dan teleporteert hij niet meer naar me. Kijk, dit stuk hier is volgens mij net te ver om voor hem om te teleporteren. Nee! Oh, dit is op tijd. Top. Dit is op tijd, wat zeg ik nou? Dit is goed genoeg. Wat ik wel dus telkens moet doen is vliegen, 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 landen. En dan, zoals nu... oh, daar is hij alweer. Het is een heel gedoe om naar huis te krijgen. Maar het is het waard. Dan heb ik gewoon een nieuw huisdiertje. Kijk, daar zijn we weer. Oh, teleporteer alsjeblieft naar mijn kat. Kom op, kom op. Ja, hij is thuis. Oh, wat ben ik hier blij mee. Ik had echt veel te sneu gevonden. Kom, we gaan hem introduceren aan René. En gelijk kijken hoe zij bezig is. Oh mijn, deze, wat is ze aan het maken? Kijk, nee, een nieuwe kat. Die komt, ja, die kan zich gelijk thuis voelen. Oh my, deze, dat ziet er te leuk uit. Maak je dit ook nog naar de vloer en zo meteen? Of althans, dit hier, dat moet natuurlijk nog netjes allemaal. Ja, dat komt goed. Nee, oké, okay, prima. Hé, hey, moet ik de dieren vast hierheen brengen? Of is dat te veel? Is dat te vervelend? Is het te vervelend? Ja, oké, okay, prima. Dan laat ik ze nog wel even daar. Kom maar, nieuwe kat. Kom vooral mee, zou ik zeggen. Hoppa. Hij komt zo meteen naar jou toe. Hij ziet, hij wil nu al heel graag. Hij wil heel graag naar je toe. Oké, okay, laat ik hem even vastbinden bij de rest. Zodat hij natuurlijk niet met me achter me aanloopt de hele tijd. En ik weet dat ik in mijn brievenbus zie hier, jongens. Brievenbus. Heb ik allemaal leads. Sorry trouwens, deze aflevering is mijn stem even wat rustiger. Sowieso ben ik wat rustiger dan normaal. Ik had gisteren een feestje. Waardoor, hoppa, zo. Waardoor ik iets minder energie heb. Dat merk je misschien al aan met deze aflevering. De energie is even iets minder. Dan heb ik trouwens één vis nodig om te laten zitten. Ik weet niet waarom, maar zonder vis en dan weet ik wat, kunnen we hem niet laten zitten. In Cold Venus is het zo raar. Maar wij hebben hier gelukkig een hengel. Oh, we hebben geen hengel. Frank! Frank de Fisherman! Ik weet dat je hier bent. Kijk, ben je lekker aan buiten aan het genieten? Ik kom even een... hier, een hengeltje. Oh, kijk, hier zit gewoon vis in. Oh, dat is gekookt. Raw. Zo.
Ik kom even een dingetje van je lenen. Een visengeltje. Zodat wij... Ga nou zitten. Ja, goed zo. Kunnen we hem laten zitten. Goedemorgen, Bonkie. Bed uit. Bed uit. Goed zo. Ik wil graag nog een keer wat emeralds van jou lenen. Oh, dan kom ik weer net kort zeker. Hier heb je wat zand en nog wat zandsticker in. Helemaal nog meer emeralds pakken hierboven. Veel te veel gedoe. Helemaal teruglopen naar die stinkbonkie hier. Nou, hè? Hier, genoeg emeralds. Namepack, sticker in. Hier, ik krijg drie... Oh, ik krijg fooi van me. Zo, geniet ervan. En dan mogen we weer een naam bedenken. Dat vind ik ook veel te leuk, dokjes, jongens. We hebben inmiddels de vorige kat was potlood. Laten we een nieuwe naam bedenken. Hoe ga jij heten met je rode neus? Ik heb een idee. Jongens, ik introduceer aan jullie Bassie. Omdat hij een rode neus heeft. Ik vind het wel een leuke naam voor de kat. De kat heet nu Bassie. Dus we hebben Bassie, Klodder, Dikkie Dik, Potlood, Toeter, nog een Dikkie Dik, Jopie en Arnold. Wat een gezelligheid! René is nu eindelijk een keer een dingetje aan het bouwen. Of als René is het eindelijk aan het doen. Iemand is het eindelijk aan het doen voor de dieren. Oh, die bent buiten het water. Moet je terugduwen. Oh, we hebben Gerda trouwens. Die staat hier. Maar Gerda durft niet bij de rest te zitten. Ik ben bang dat hij de dieren iets aandoet. Jij gaat die beest iets aandoen, hè? Ga maar lekker terug het water in, meneer Geel. Straks krijg je het nog koud. Oh ja, en we hebben daar Kees en Stip. En René. René is ook een huisdier van me. Toch, René? Ja, dat hoor je. Ja. Voor als je afvraagt waarom René mij hoort, maar ze kan niet praten. Kijk, dit is René. René zit naast me. Dus ze kan de microfoon pakt haar niet op. Maar ze kan mij dus wel horen. Toch, René? Ja, hè? Ja, je hoort me. Oké, maar ik ben mijn hele doel vergeten. En dat was namelijk dat ik bij meneer Geel en mevrouw Roze... zou ik even wat gras en zo toevoegen. Zodat ze een beetje een leuk environment hebben om in te zwemmen. En dat ze licht hebben onder water. Want nu zien ze waarschijnlijk helemaal geen rol. Daar kom ik. 1, 2. Oh mijn god, wat zijn ze aan het doen? Gadverdamme. Kijk, 1, 2. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Dit is toch veel leuker. Dan kunnen ze een beetje vroeten tussen alle lekkere plantjes onder water en zo. Zo. Dan sea pickles toevoegen, zoals dit. Hoppakee. Hier wil ik ook licht. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Zo, dan hebben ze wat licht. Dan, voor mevrouw Roze heb ik wat roze koraal. Zodat ze een beetje kan camoufleren wanneer ze denkt van... Oh, het wordt me allemaal te spannend met meneer Geel. En voor meneer Geel hetzelfde, maar dan met gele dingetjes. Dat hij zich ook kan verstoppen. Kijk, doen we zelfs nog die plaatsen. Zo, die nog. Hoppakee. Nou, dit ziet er wel leuk uit, hè, jongens. Nu hebben we alleen het thema geel en roze hier binnen. Speciaal voor hun. Gele en roze plantjes. En groen natuurlijk. Maar nu ik toch bezig ben, jongens, met dit... merk ik dat ik in dit vijvertje hier... heb ik ook helemaal geen leuke dingen toegevoegd. Ik heb dit natuurlijk helemaal zelf gebouwd. Hier zat gewoon land ooit en ik heb er water van gemaakt. Laat even weten in welke aflevering dat was, als jij dat weet. Reageer, hey Max, dat was een aflevering. En dan nummer, aflevering. Als ik toen destijds nog mijn... Oh, maar... Ah, mijn Contact Veen video's een nummer gaf. Tegenwoordig doe ik dat niet meer. Maar dat seagrass onder water voegt zoveel toe, hè, jongens. Echt waar. Dat ik dat nog niet eerder had gedaan. Dat snap ik niet. Zo, dan voegen we hier ook allemaal mooie kleurtjes. En toen beginnen we met blauw. Allemaal leuke blauwe... koraaldingetjes. Oh, die kan je natuurlijk ook aan de muren plakken, zoals dit. Oh, dat is heel leuk. Hier aan... Oh, ja! Damn. Dan rood. Kan rood ook hier tegenaan? Nee. Althans, dat kan deze waarschijnlijk. Kan rood wel, maar er moet een ander soort rode zijn. En volgens mij kunnen deze... Ja, kijk, die kunnen er wel tegenaan. Paars hebben we ook nog. Hallo, René. Voegen we even nog wat paarse dingetjes toe voor de leuk. En dan geel. Ik denk dat ik geel serieus het mooiste vind onder water. Al die gele dingetjes. Oh ja, en sea pickles. Maar die moet ik eerst even farmen. Als het goed is, kan je sea pickles op deze manier niet farmen. Hoe doe je dat dan? Hoe farm je sea pickles? Oké, jongens, ik heb echt geen idee, maar ik wist dat dit kon, weet ik van wat. Ik dacht dat het zo moest, maar blijkbaar is dat dus een leugen. Laat even weten in de reacties als jij weet hoe ik dit doe. Want ik ben gewoon helemaal vergeten hoe je sea pickles kan farmen dat het er meer wordt. Ik dacht dat dat met boommeel was. Nou, blijkbaar niet. Of ik doe iets fout. Dat kan ook. Ik kan altijd sowieso iets fout doen. Maar voor nu laat ik ze gewoon even lekker hier chillen. Als ik ze nodig heb, kan ik er altijd nog naartoe. Zo, dan is dat ook weer gedaan. Dan voor nu gaan we deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik heb weer veel gedaan, veel progressie gemaakt aan het kasteel. Een geheim lab gevonden en jullie aan taken laten doen. Abonneer zeker even als je het leuk vond. Like ook even. Kijk nu lekker deze video, want dit is het vorige Content Veendeel. Heb je nou wat gemist? Moet je gewoon even deze kijken, ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik laat een glaasje water tot 10 flesje bier. Tot de volgende keer. Mijn stem doet pijn, dus yeah.